Wat hoop je wat het oplevert? Nou, vooral dat het voor kinderen leuk is. En dat kinderen op tijd leren wat hun talent is. En dat ze daar wat mee kunnen doen. En wat misschien zelfs wel mee wat moeten doen. Hoe sluit dit nou aan bij de ambities van de provincie Limburg? Nou, gemeentebesturen zijn natuurlijk vooral bezig met de hele breedte sportontwikkeling. Daar willen wij ook best wel een rol in spelen. Maar de echte rol voor de provincie is om te zorgen dat sporttalentontwikkeling, dat op een goede manier in deze provincie opgepakt wordt. En daar past dit project hier in Paakstad heel goed in. Het draagt, neem ik aan, ook bij de vitaliteit van kinderen en van Limburg. Nou, sport is gezond voor iedereen, of nou jong bent of oud bent. En daarin speelt talentontwikkeling een rol. Want talentontwikkeling kan leiden tot topsporters. En topsporters, dat hebben we net weer gezien bij allemaal die enthousiaste kinderen die topsporters allemaal kennen. Daar zijn dat voorbeelden voor. En dit zijn de voorbeelden voor over 20 jaar. We zijn begonnen in Brunsum. Ik kan me indenken dat het de wens is dat eigenlijk in heel Limburg gaat plaatsvinden. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Als het project zich voldoende bewezen heeft, dan lijkt het wel op. Maar we gaan eerst nog met deze pilot aan de slag. Ik geloof met 100 scholen. En daarna, als het goed gaat, overal. Waarom beginnen in Paakstad? Nou, in Paakstad is de gezondheidssituatie gemiddeld wat minder. We hebben als provincie ook gezegd, we gaan wat meer aandacht aan besteden op alle beleidsvelden en dus ook op het sportgebied.